Ik denk dat die betogers en zeker ook die jonge mensen veel beter op de hoogte zijn dan we vaak denken. Zij zijn niet van gisteren, ze lezen ook de kranten. En wij vanuit de klimaatbeweging, wij kijken gewoon naar de feiten. De feiten zijn wat ze zijn vandaag. We hebben eind vorig jaar een heel duidelijk signaal vanuit de wetenschap gekregen. Het internationale klimaatpanel van de Verenigde Naties heeft ons eigenlijk een spiegel voorgehouden. Heeft ons gezegd van kijk, we moeten tegen 2030, dus in de komende 11 jaar, moeten we wereldwijd die uitstoot van broeikasgassen met minstens de helft naar beneden halen. Wij kijken naar de plannen die vandaag nog op tafel liggen van de Vlaamse regering. De Vlaamse regering gaat voor 35%. Binnen Europa zijn er afspraken qua energiebesparing ook. Ook daar zien we dat die cijfers veel lager liggen dan ze zouden moeten liggen als we luisteren naar wat de wetenschap ons vertelt. En zelfs Vlaanderen haalt die Europese doelstellingen. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.